Wij zijn er wel klaar voor en dat zullen we morgen zien in hoeverre dat uitpakt in het resultaat. Maar nu het laatste trainingje, heerlijk, heerlijk. Het hele seizoen speel je hier natuurlijk voor en als het zo ver is, dan moet je er ook klaar voor zijn. Ik verwacht het net als in de competitie gelijk op strijd en ja, half drie zie je pas wat het einde is. Maar ik heb een goed gevoel bij mijn eigen team. Als dus ik zie hoe die jongens het hele jaar bezig zijn, ook nu de laatste weken, iedereen is fit. Ja, dat ziet er gewoon wel goed uit. Wat verwacht je van ze? Ja, ze zijn natuurlijk uh, super scherp. Ik denk dat ze ja, verdedigend staan, ze altijd wel goed. Ik denk dat ze allemaal echt uh, ja, 200% geven. Voetballend, misschien dat ze, dat ze iets minder doen, maar uh, dat, uh, ja, dat maakt ze wel goed met, met strijdlust. En, uh, ja, het gaat heel lastig worden. Ja. En hoe kunnen jullie dat aanpakken? Ja, gewoon wat we altijd doen: Voetbal, onderuit voetballen, uh, ruimte zoeken uh, via de flanken, door, door de as. En uh, ja, gewoon lekker ons ding doen, uh, aanvallend spel spelen en dan uh, moet het wel lukken, denk ik. En hoe is de voorbereiding geweest de afgelopen week? Ja, mooie voorbereidingen. En, uh, uh, ja, ook lekker even na de competitie. En, en we hebben even de drukker afgehaald, de drukker weer opgezet, toen even de weer af. En vanaf maandag zijn we hierheen gaan werken. En, nou, dat voelt gewoon prima. En welke elf ga je morgen beginnen aan de na-competitie? Nou, dat moet de jongens zelf nog vertellen. En, uh, en het is ook wel even leuk om dat zo te houden. Dat is ook een beetje spanning uh, op, opwekken. En, en uh, dat zie je morgen. Voor jou is het weer uh, terugkeer op het oude nest. Hoe is dat? Ja, leuk. Eén keertje al gedaan dit jaar. Dus, uh, toen was het minder. Dus uh, kunnen we nu even revanche halen. En heb je nog contact daar in Velzen? Ja, ja, ik spreek die jongens nog best wel vaak. Dus uh, vandaag ook nog met een paar boys geappt. En uh, ja, we gaan kijken wie beter is. En zo dadelijk met de bus al uh, richting Velzen? Ja, gaan we lekker uh, broodtrommeltje in de tas. En dan uh, gaan we die kant op. Ja, we gaan daar eerder. Anders moeten de jongens morgens om kwart over zes al uh, van huis af ja, dat moet je niet willen in de voorbereiding naar zo'n wedstrijd toe. En als je dit wilt en je wilt echt door, en dan zien we wel het schip staan, maar moet je het ook serieus nemen. En dat heeft de club fantastisch gedaan.